geen akkoord over Ernest Faber. Jozef Kapel genomineerd voor architectuurprijs. En ouders ongerust na vondst drugspuit. Er werd volop getraind vanmorgen bij FC Eindhoven. Maar hoofdcoach Ernest Faber was niet van de partij. PSV wil hem graag hebben als assistentcoach. En hij zit nu midden in de overgang van de blauw-witte naar de rood-witte. Begrijpelijk van Faber, maar jammer voor FC Eindhoven. Dat Faber naar PSV wil is alleszins begrijpelijk. Maar de manier waarop het gegaan is vind ik waardeloos, met name voor onze club. Want wij zitten nu een beetje met de gebakken peren. Wat vindt u van die gang van zaken? Niet goed. Ik zal het netjes uitdrukken, ik vind het echt niet goed. De manier waarop en de tijdstip is waardeloos. Over de gang van zaken heerst dus ontevredenheid. Maar niet over Faber. En al helemaal niet over zijn functioneren. Nou, hij hanteert zeker voor de winterstop een veel aan het systeem van het Nederlands elftal. Dat is snelle balcirculatie. Daar hebben wij ook de spelers voor. En het is als kijkspel na de winterstop wat minder geworden. Maar de resultaten, we hebben de laatste 4 wedstrijden, hebben we toch 3 van gewonnen. Eigenlijk werd vandaag al witte rook verwacht over de overgang. Maar de club zijn er nog niet uit. We hebben tot zaterdag met Faber uitvoerige gesprekken gehad. We hebben een hele mooie aanbieding voor hem neergelegd. Hij kon bij ons toetreden tot het managementteam. Dat hield automatisch in dat er voor hem ontwikkelingspunten waren. We hebben samen iets opgebouwd. En voor ons was het verrassend dat op dit moment PSV aan hem trekt. En vooral de situatie naar het einde van het seizoen. We hebben het ambitieniveau. Wij denken dat we met Faber sterker zijn. En dat we voor onze play-offs plaatsen kunnen gaan. Dus dat is eigenlijk teleurstellend in deze fase van de competitie. Voor FC Eindhoven komt het vertrek van Faber slecht uit. Ze hadden rekening gehouden met zijn vertrek naar PSV, maar pas op het einde van het seizoen. Ik wist dat Ernest zijn ambitieniveau was PSV. Hij wilde graag daar liefst hoofdtrainer zijn. Maar goed, in deze constructie met FC Eindhoven als zijnde een ploeg die dadelijk in de samenwerking bepaalde ontwikkeling van spelers kan bewerkstelligen. Begrijp ik zijn situatie wel. Alleen we hebben in het vorig seizoen hebben we deze vraag ook gekregen vanuit de combinatie met Nederlands Elftal. Daar heeft Eindhoven altijd aan meegewerkt. En op dit moment hebben we Ernest nodig om onze doelen te realiseren. En dat is eigenlijk jammer dat hij nu kiest voor zijn eigen ambitie. FC Eindhoven wil Faber het liefste behouden. Maar mocht dat niet lukken, dan is er al een man in huis die de taak van Faber graag wil overnemen. Het is een stille ambitie. Als ze me vragen, neem ik altijd de verantwoordelijkheid. Dat zal ik ook doen als ze me vragen nu om interim trainer te zijn. En daar loop ik ook niet voor weg. Maar het is geen obsessie, absoluut niet. Ik heb het hier prima naar mijn zin. En ik ben een blauw-witter. Ik ben niet getrouwd met Eindhoven, want zo is het dan ook weer niet. Maar ik heb het heel goed naar mijn zin in deze rol die ik had. Wordt vervolgd.